zo mee. Zijn saai. Nee. Het gaat ook gewoon heel goed. Ook al zit ik niet op iets met blinden en slechtziende kinderen, alsnog gaat het gewoon judo heel goed. Dit is Dien. Hij is 8 jaar oud, hij zit op judo en hij heeft een grote droom. Ik wil de Paralympics halen en de beste judoka van de wereld worden. En dat is best bijzonder, want Dien is bijna helemaal blind. Ik zie hier 3% bij mijn ogen en hier 2. En is dat lastig in het leven? Nee, ik merk er niet zoveel aan. Want ik weet sowieso niet hoe het is om gewoon helemaal goed te kunnen zien. Dus dan weet ik ook niet hoe het voelt of dit slecht of goed is. Maar dit is wat Dien ongeveer ziet. Alles onscherp en ook nog eens alsof hij door een heel klein gaatje kijkt. Toch redt hij zich prima tussen de kinderen die wel goed kunnen zien. Hij doet mee met de ziende kinderen. Ja, dat vond hij heel gaaf om te doen. En echt soms wel moeilijk, maar hij wordt heel erg goed geholpen. Hij moet alles op de tas doen. Maar ik zie hem steeds groeien en hij gaat steeds beter met hem. En hoe hij ook de kinderen vastpakt en neerlegt, dat gaat fantastisch. Echt super trots op hem. En hoe vind jij het om tegen Dien te vechten? Dat is wel leuk. Het is ook best wel een uitdaging, want hij is wel goed. Ik vind hem heel goed in beenworpen. En als je eenmaal in zijn houtgreep krijgt, kom je er niet echt makkelijk uit. De trainer van Dien juicht zijn ambitie van harte toe. Het feit dat hij met heel veel plezier hier staat en met enorme animo en dat hij echt zoiets heeft van ik wil naar de Olympische Spelen. Ja, ik hoop het voor hem. Ik hoop dat ik hem over 15 jaar op de Olympische Spelen tegenkom. Ik geloof er zeker in. Ja, als hij iets wil, dan gaat hij ervoor en dat gaat hem zeker lukken. Ja, absoluut. Ook Dien heeft er het volste vertrouwen in. Als het zo door blijft gaan, is het nog wel een beetje moeilijk, maar dan lukt het. Maar het lukt dan denk ik wel.